Cheers ook. Ja, welkom bij de samenvattingen van alle Eredivisiewedstrijden in speelronde 2. Wat een heerlijke potje zit hier tussen, Frank. Laten we het gewoon nog sneller doen dan gisteren. We gaan er nog meer doorheen. We gaan er nog sneller goals, doorheen. Goals, echt. Highlights, genieten. Goal, goal, goal. Bam, volgende pot. Weer goals. Ja. Volgende pot. Ik weet niet of er meer goals zijn gevallen dan gisteren, maar dat het wordt genieten. Oprecht heel moeilijk. Maar we kunnen wel gewoon lekker beginnen. Zo is dat. En we beginnen met PEC Zwolle. De regeringskampioen en dus ook Pac-Man. Zij spelen tegen RKC. Ik heb deze wedstrijd uitvoerig gekeken. En ja, stoelriemen vast, jongens. Want Tony Kok was dat gisteren nog te mopperen. En het zat hem allemaal niet helemaal mee. Maar tegen vlugge Jaapie komt hij al na 5 minuten heel vlug op 1-0. En ja, als Tony Kok los is, dan is hij los. Gisteren tegen Julien van den Berg wilde het allemaal net niet. Gullit miste kansen, maar Gullit mist vandaag geen kansen. 2-0. En dan wordt het nog voorrust via Pelé en zijn Roketta. En eventjes een RKC-beentje en het terugleggen weer via Gullit. Bizar. 3-0. Gullit moest het even goed maken ten opzichte van gisteren. En ja, dan is die wedstrijd heel veel stilgevallen. Lijkt het alsof we hier in de 8e minuut zitten, maar dat is de 8e minuut van de tweede helft. En komt Tony dus hier op 4-0. Is dan de koek op voor vlugge Jaapie? Nee. Want nog iets verder in de tweede helft, let niet op de klok, wordt het hier 5-0. Het is een verschrikkelijke goal, maar hij zit wel. En Tony denkt alleen maar, ja, ik weet niet of het nu goed komt met Stefan Velling. Ga, laat ik er nog maar eentje maken. En dan wordt het dus nog 6-0. 6-0. Wat een uitslag. En dan mag Stefan Velling gaan met een heel lekker gevoel die tweede wedstrijd in. En natuurlijk komt het goed. Want Stefan, daar komen we in deze wedstrijd achter. Die zit er hartstikke goed in. Kijk eens even, hij komt zelf gewoon op 7-0. 7-0 voor PEC tegen RKC. En de landskampioen, de regerend landskampioen, deelt dus een dreun uit aan RKC. Dat gisteren nog zo'n leuke wedstrijd speelde tegen FC Twente. Leroy Michels, kan hij dan niks terug doen? Jazeker wel. Prachtige goal. Linkerbeen van Cristiano Ronaldo. Maar Stefan Vellinga wint voor het eerst ook eens een individuele wedstrijd. Door deze actie met Eusebio Dragback. Hey. Goal. Een ouderwets dragbackje. Dat is wel weer even leuk om te zien, hè? Ja, toch? Knap gedaan. Ja, is leuk om te zien. En dat is toch leuk voor onze Pac-Man dat hij uiteindelijk weer een overwinning heeft. Zo is dat. 8-1. En dan mag jij vertellen naar welke wedstrijd we nu gaan. Volgens mij gaan we naar Sparta, als ik het goed hoor. Sparta? Ja, Sparta. Oh. Ja, zeker. Tegen FC Utrecht. En Jay deed nog wel wraakgevoelens van gisteren. Want die dacht bij Dani, ja, 4-0, zwaar geflatteerd. Ik wil het nu goed maken. En die mag tegen Ari, die ook wel lekker bezig is. Maar Jay is degene die op 1-0 voorsprong komt vroeg in de tweede helft. En hier is dan Ari. Dan denk je, gaan we daar nog wat van horen? Jazeker, hij wacht. Zo. En hij paast op Ronaldo Lima. 1-1. En dan moet Melvin het dus gaan doen. Of Thomas, dat is de vraag. En er staat dus 1-1 over twee wedstrijden. En dan komt Thomas de Zeel. Vroeg in de wedstrijd. Hard voor. En uiteindelijk is daar Ronaldo Lima aan de 8e minuut. 2-1 voor Sparta. En dan denk je, nou Melvin, laat maar zien dan. Wat kan je? En hier komt Gullit opnieuw. Goeie paas. En uiteindelijk is daar alsnog zo hard het schot van Cristiano Ronaldo. Is dus 2-2 over twee wedstrijden. Hele goede steekbal van Thomas. En uiteindelijk weet hij dan Cristiano Ronaldo te vinden. Ja, je ziet het wel aan de reactie. 2-1 voor Sparta. En wordt het dan nog mooier voor Sparta? Gaan ze dan hun eerste 3 punten halen? Aangezien ze vorig jaar maar 3 punten pakten in heel het seizoen. Maar hier zie je dus opnieuw Carincha. En die weet hem weer te pasen. Ook Cristiano Ronaldo en Thomas de Zeel weet het. De 3 punten gaan naar Sparta, de 3 punten gaan naar Rotterdam-West. En dat wordt dus 4-2 over 2 wedstrijden. De eerste punten voor Sparta. Best wel verrassend. Ongelooflijk goed zeg. En van Sparta gaan we ineens weer naar Emmen. En Emmen, weten we het nog, die draaide gisteren dus die achterstand van Levi om in de tweede wedstrijd. Maar we beginnen weer met Levi. Hij speelt tegen Jason Glas. En Glas, die had gisteren een beetje jeuk aan zijn voetjes, weet je nog? Ja. Die speelt nu een prachtige uitenus van Fortuna. En met Arnhem, kijk eens even van een actie. Rond hij ook nog af ook. Komt hij op 1-0. En dat is uiteindelijk ook de eindstand van deze eerste wedstrijd, dacht ik. Of heb ik dat verkeerd onthouden? Daar lijkt het op, want hier hebben we Pelé met een actie. Wordt het dan ook nog 2-0? Ik ben het even een beetje vergeten. Nee, paal. Oh, dat is het. Dat laten we zien. Natuurlijk, bal op de paal. 1-0 nemen we dus mee. En dan krijgen we deze matchup. Hey. Twee jongens die nog jong zijn, maar ongelooflijk goed. Toon Bunet tegen de Greenhopper. Ja, en Greenhopper krijgt hiervoor helemaal niks. Voor Saus een strafschop. En dat komt Fortuna natuurlijk hartstikke goed uit. En dan is de Greenhopper daarin wel echt koelbloedig met een stiffie. Ah. Oh, Panenka. Ah. Toon wint zich op. Het is 2-0 Fortuna over 2 wedstrijden. En dat is de eindstand. En Toon werd ook niet meer te scoren. Nee. Dat is wel een verschil met de eerste wedstrijd van Toon en de tweede wedstrijd van Toon. Maar dus zegt dat ook wat over Greenhopper. En precies, daar wilde ik ook naartoe. Dat is ook gewoon een kwaliteit voor de mannen van Fortuna. Sterke overwinning. Absoluut. Niks aan toe te voegen. 6 punten. Zullen we door naar de volgende wedstrijd? Heel graag. Nou, dat gaan we dan gewoon ook even zeker doen. Dat is FC Twente. En dan hebben we hier maar 1 Stokdemir tegen
Christ van SC Heerenveen. En dan denk je, Christ, die is toch 33? Die kan toch helemaal niet FIFA spelen? Nou, dan kan ik jou vertellen, die kan zeker wel FIFA spelen. Want die komt hier gewoon op 1-0 voorsprong. En dan zien we Cantona in de basis. En dan denk je, hè, Cantona, waarom doe je die nou in de basis? Nou, blijkt ook gewoon een groot fan te zijn van Christ. En hier zo, andersom dan. Maar hier dus de 2-0. Prachtige goal. Echt een prachtige goal. En Christ speelt dus gewoon ontzettend goed tegen een hele goede tegenstander. En dan denk je, komt het dan nog goed voor FC Twente? Jazeker, hier een 2-1. Goede aansluitingstreffer. Maar ook in de 52e minuut werd Enis Toktemir mooie aanvallen op te zetten. Hier uiteindelijk Ronaldo Lima. Waardoor dom balverlies van Christ. Maar dat zien we niet. En uiteindelijk is het dus 2-2. Komt er dan nog een doelpunt? Jazeker komt er dan nog een doelpunt. Hier zien we Vieira die de bal met dubbel driehoekje diep geeft op Neymar. En uiteindelijk dus 3-2. Een overwinning voor Christ. En dan zien we hier Brent tegen Flores ACM. En Brent doet het goed. En dan komt in de 28e minuut op 3-3. Totale hoogte. En hier zien we dus FC Twente de 4-3 zelfs maken. Over twee wedstrijden. En dan wordt het ook nog zelfs 5-3. Flores krijgt op zijn broek van Brent. En uiteindelijk is het dus een hele overtuigende overwinning van FC Twente. En Chris deed het dus gewoon eigenlijk best goed in die eerste wedstrijd. Ongekend. Met Cantona. Met Cantona. Werd uiteindelijk wel gewisseld door Neymar, die de winnende goal maakte voor hem. Maar dat terzijde. Cantona, goed gaan. Nou, geweldig. We gaan naar de volgende wedstrijd. Laten knap, we doen. Knap van FC Twente. Dan gaan we naar VVV tegen Vitesse. Waar de voormalige coach Jesper Maas het dus mag gaan doen tegen dat toptalent waar iedereen het over heeft. Waar Bob van Uden het nog over had. En Levi de Weert. Ja, nadat hij gisteren al indruk maakte, komt hij ook nu weer vroeg op voorsprong. Tegen VVV. Mooie goal naar binnen getrokken met Cristiano Ronaldo. Volgens mij nog even aangeraakt, maar dat mag de pret niet drukken. Maar VVV, kijk eens even naar dit doelpunt. Ho! Hoogsteekballetje, Pelé met links binnenwerken. 1-1. En dan denk je, nou, dit gaat hartstikke gelijk op. Maar Levi denkt daar wat anders over. Kijk, Dani is dan even in beeld. Dat klopt niet, maar daar doen we alles aan. Kijk eens even, Arnijn. Pats, schaartje, klats. 2-1 Vitesse. En die lijn wil Levi doortrekken. Hartstikke graag. In de tweede helft. Met de uitshirt van Vitesse. In het blauw. Kijk eens. Tik-tak-tik. Goal. Ja. Goedemorgen. Hallo. Zieke goal, zeg. Ja. 3-1. Dan dit foutje in de opbouw van Jesper. Die echt even niet onder de druk uitkomt. Mbappé. Balrolletje. Dragbackje. Doe nog een trucje anders. Ja. Fake shotje. Oh, dan komt hij een klein beetje geluk bij. Beetje geluk. Ja, mooie goal wel. Mooie goal wel. Ja. 4-1. En ja, Renzo die komt elke keer gewoon in een zetel terecht voor de tweede pot. En die loopt gewoon een beetje te freewheelen in de speeltuin. Mag dan spelen tegen Lars de Jong, die hartstikke goed kan spelen. Maar Renzo met een schitterend doelpunt. Gelijk naar 5-1 overall voor Vitesse. En dan denk je, Vitesse, jeetje, jullie hebben al een aardig doelsaldo. Moet dat nou? Ja, het moet nog steeds. Ook weer een beetje lucky wel, maar verder een goede aanval hoor. Want Lars die raakte de bal daar kwijt op rechts. Kom niet onder de druk vandaan. En Renzo en Levi zijn gewoon on fire. Maakt niet uit. Het is weer een overwinning voor Vitesse. Ja, dus zeker. En vrij overtuigend ook weer. Ja. Levi die de ploeg op voorsprong brengt en Renzo die het afmaakt. Zelfde verhaal, zelfde recept. 6 punten. Zullen wij lekker gaan naar de laatste wedstrijd? Heel graag. En dat is de man die we net in beeld zagen. Dani Visser. Oh. Tegen Sam van Hoof. Onze aanvoerder van de Tricolores. En een kleine hapering in het beeld, maar dat vergeten we even. Hier is Dani Visser al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen. En dat zie je hier zo. Ja, klasse goal. Uiteindelijk is het wel R9 die de bal binnentikt. Maar een goede actie van Ronaldo. Dan zitten we in de 26e minuut en zie je hier Pelé. En wachten. Wanneer is het moment om uiteindelijk die bal te geven? Wacht op de loopactie van Mbappé. En uiteindelijk is het daar dus 2-0 voor AZ. Hier zien we opnieuw Willem II. En gaat hij nou eindelijk een goal scoren? Heel mooi. Ja, zeker. Uiteindelijk dus een goal van Willem II. Is de eindstand 2-1 voor Dani. Dan zien we onze enige buitenlander in de E-divisie. Gilles Bernard, de goede e-sporter uit België. Heerlijke paas, weer er wel een klein steekballetje. En is het dus 3-1 in totaliteit voor AZ. Kan Willem II dan nog AZ pijn doen? Jazeker doen ze dat. Hier maken ze, nadat een overtreding van Maldini wordt gemaakt, op de Tricolores. En uiteindelijk benut Ronaldo dus die strafschop en staat het dus 3-2. Maar, wat gebeurt er dan? Dan wordt Willem II opeens heel erg brutaal voor AZ. Want deze stift van Eusebio zorgt ervoor dat het 3-3 wordt over twee wedstrijden. Yo. En dat is het dan. Ja, dus ik verwachtte ook niet per se van zeker Gilles die de eerste wedstrijd zo ontzettend goed speelde. Eindigt dus uiteindelijk wel in een gelijkspel. En AZ met puntenverlies. Wat een hoop mooie goals. Dani Visser on fire. Maar dat was niet de laatste mooie goal. Echt aan alle kanten. Prachtig om te zien. Ja, dat waren mooi. Alle wedstrijden die eerder waren gespeeld. Dan gaan we nu weer naar de livestream wedstrijd. Dan beginnen we met misschien wel de grootste kraker. Tussen twee titelkandidaten. Heracles tegen Feyenoord. Brian tegen Ryan. En dat is Hessing tegen
Ryan van Feyenoord. Maar Ryan onderschept hier de bal. Nadat Hessing eigenlijk 55 minuten lang in balbezit is geweest. Cruijff ziet R9 vertrekken. Die wordt even opgehouden. Maar dan is hij helemaal doorgebroken. Geen buitenspel. En is Ryan hartstikke koelbloedig. En is het 1-0 voor Feyenoord. En dan hinkt Brian een klein beetje op twee gedachten. In Wassenaar vieren ze al een klein beetje feest. 68e minuut. Achterlijn gehaald door Neymar. Dan is de goal natuurlijk nog lang niet gemaakt. Maar dit hakje is heerlijk. Cruijff rolt hem af. Ja, die is lekker. 2-0 Feyenoord na 1 leg, Frank. Ja, die is ontzettend lekker. En dan gaan we naar de tweede wedstrijd. En dit is een strijd der titanen, Koen. Dit is echt een potje waarvoor je lekker moet gaan zitten. Lef Vinken tegen Julian van den Berg. En dit zijn twee giganten op de PlayStation. En hier zie je gelijk vroeg Feyenoord. En die wil ook gewoon aanvallen. En uiteindelijk doet hij dat. Maar kijk hier naar Malti. Die komt even de bal daar van de achterlijn. En houdt dus Lef in de wedstrijd. En is het dus nog maar 2-0. Hier een dieptebal op Lef in de 82e minuut. En daar maak ik dus eindelijk de 1-0. Waar er al heel veel eerdere kansen vielen. En uiteindelijk door lang balbezit van Julian op het einde blijft het dus 2-1 voor Feyenoord in totale score. Ja, Feyenoord lekkere wedstrijd was dat wel trouwens. Feyenoord pakt de punten. Julian speelde niet slecht. Lef was wel monsterlijk goed. En daar heeft Julian het volgende over te zeggen. Lef is naar mijn mening altijd wel gewoon samen met Daniel Aangebroek de beste. Ik bedoel, hij heeft 18 jaar geleden op WK's gestaan. Dus ik wist dat ik nog lang niet had gewonnen toen ik 2-0 voorsprong begon. Maar ik ben blij dat ze het hebben gedaan. Ja. Wat is het dat dan in Lef's spel waardoor hij jouw defensie toch, nou ja, misschien wel een keer of 4-5 wel weet doorbreken? Ik heb altijd lastig tegen Lef met zijn aanvallen. En hij is voorin gewoon heel onvoorspelbaar. Ja, onvoorspelbaar. Dat kun je misschien ook wel zeggen van de komende wedstrijden. ADO-Ajax zou eigenlijk beginnen op de PlayStation, maar we beginnen ineens toch op de Xbox. En dus zien we Dani Hagebeuk gelijk weer in actie tegen Danny Hazenbroek. Hasi. En Hasi, kijk eens even. 77 minuten gespeeld, 0-0. Hasi maakt het Hagebeuk gewoon hartstikke lastig. Maar Hagebeuk komt altijd wel weer goed uit de verf. 1-0. En dan denk je, nou, die is binnen in de tas. Chardo kan gaan beginnen. Maar kijk eens. Danny Hazenbroek geeft niet op. En speelde echt een prima pot. We zien hem al juichen. Want Pelé, prachtige goal. Sleepy met links. Binnenschuiven. 1-1. Maar en dan denk je, nou, wat lekker voor Aden dat ze dat puntje mee kunnen nemen naar de tweede leg. Heerlijk. En Hazi zegt al, laat me niet in de steek, jongens. Alsjeblieft. Kom, kijk dan hier. Doe nou. Oh. Ja. 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 Zal ik even met mijn... Nee, hoe neemt hij je mee? Zal ik even weer met... Ja? Nee, want we gaan eerst kijken naar Rick Dame tegen Chardo Paliama. En Chardo had de eerste wedstrijd dus gelijk gespeeld. En Rick wil hier winnen. En dat moet ook als Adel Den Haag met de punten er vandoor wil gaan. Want de eerste wedstrijd is met 2-1 verloren. Maar hier zien we gelijk Chardo Paliama met Cristiano Ronaldo, de dubbele schaar. En uiteindelijk het krachtige schot in de korte hoek. 1 over Ajax. Wat betekent 3-1 over twee wedstrijden. En wat wordt het uiteindelijk dan? 2-0 voor Ajax. En dat betekent dus, ja, dat is al bijna klaar. En dat is dus 4-1 over twee wedstrijden. En dan zien we hier ADO Den Haag. Kunnen ze nog wat terug doen? Kunnen ze een goaltje maken? En dat kan wel met die Croquetta hier zo. En ze doen dus uiteindelijk nog wat terug. The dream's still alive. Maar the dream's not alive, want we kwamen nu naar ons toe. En nu is dus uiteindelijk vrij snel klaar. En dan gaan we nog eventjes met Chardo praten. Ik vond dat ik echt heel sterk speelde. Normaal gesproken vind ik altijd van mezelf dat ik niet zo heel goed verdedigend sta. Maar ik heb vandaag, als je het mij vraagt, echt verdedigend top gestaan. Als je de laatste 10 minuten ziet, ik heb eigenlijk nauwelijks de bal weggegeven. Balbezit speelde ik echt heel goed. Goede kans gecreëerd, goede goals gemaakt, als je mij vraagt. Dus eigenlijk een topwedstrijd. Ja, een topwedstrijd dus voor Ajax al met al. Want ook Ajax komt op 6 punten. En dat brengt ons alweer bij de allerlaatste wedstrijd van deze tweede speelronde. Kerst op de taart, jawel. Oh, inderdaad. En Nick den Hamer speelt in die openingswedstrijd die eerste leg tegen Dennis Verhoeven. En ga hier maar even goed voor zitten. De twee jongens kennen elkaar. Het staat hier al 2-2. Prachtige goals gezien. Maar Dennis komt hier op 3-2. PSV heeft de punten nodig. Na de oorwassing die Toon Bune gisteren uitdeelde. En dan kijk je vrije trap direct. Maar op de lijn, ja hoor, 4-2. Hartstikke idee. Maar moet Bob dan 2 goals goed maken in die tweede leg? Nee, maar eentje. Want Nick blijft strijden, geeft niet op, treurt niet. Lekker top omhoog, door. Cruijff, 4-3. Goeie goal. Dus 4-3 voorsprong voor PSV tegen Groningen. Maar Groningen heeft deze gigant, Bob van Uden en Ali, die zitten op momenteel nog niet heel lekker in vorm. Dat zagen we in het interview ervoor. Maar desalniettemin is PSV toch scherp aan de wedstrijd begonnen. Gullit jankt hem voor en in de korte hoek kan Schmeichel de bal niet keren. 1-0 voor PSV. Dat betekent dat ze een doelsaldo hebben van plus 2 ten opzichte van Groningen. Maar dan is Groningen. En hier komt
Gullit. En dan toch naar Mbappé. En dan in die korte hoek. Keeper verplaatst. Dat betekent dat het weer op gelijke hoogte staat. En hier dan Ronaldo. En dan staat het 2-1 voor Groningen. En dan staat het totaal weer gelijk. En kan het dan? Wie gaat dan scoren? Wie gaat dan met de overwinning vandoor? En dan zien we hier in de 67e minuut weer Groningen. Bob van Uden is on fire. En dan deze steekbal. En die, ja, die loopt gewoon weg. Eusebio loopt gewoon weg bij zijn verdediger. En uiteindelijk jankt hij hem voor. Lange hoek. En je ziet het al, het gejuich van Bob van Uden. En uiteindelijk wint dus met 1 doelpuntverschil Groningen van PSV. Wat best wel verrassend genoemd mag worden. Absoluut, absoluut, absoluut. Groningen doet hele goede zaken. Hele goede zaken. Knap van Bob van Uden. En knap. Daar heeft hij nog wel wat over te vertellen. Ik moest even wennen, man. Ik heb de hele middag gespeeld, was snel. En weet je, het is gewoon trager. Het is later op de avond, stream komt erbij. Dus je moet even aanvoelen aan het begin. Ja, en ik weet gewoon dat ik ben de man in vorm nu. Ik ben goed dit jaar. En ik wist al kort toen ik 1-0 achterkwam dat ik gewoon terug kan komen, man. Dus die hoop heb ik altijd gehouden. En ja, die steekbal, die laatste, die was gewoon zo goed. En gelukkig waren de mensen. En kon Pelé hem erin schieten. Ja, het vertrouwen is dus hartstikke hoog bij Groningen. Maar dat geldt niet alleen voor de Groningers. Veel titelkandidaten staan gewoon op 6 punten na 2 wedstrijden. Laten we maar eens even gaan kijken naar de uitslagen van de tweede speelronde. Frank, alles even op een rijtje. En dan hebben we PEC, dat dus voor het eerst echt even lekkere zaken doet. 8-1 tegen RKC. Utrecht verliest opnieuw, nu met 4-2 van Sparta, dat voor het eerst wint. Emmen verliest van Fortuna, Glas en Greenhopper on fire. Twente wint, mooi, 5-3 van Heerenveen. En VVV gaat ten onder tegen Vitesse, dat uitstekend begonnen is. Zeker. En dan zien we hier Willem II die op gelijke stand eindigt tegen AZ Alkmaar. Feyenoord wint vrij verrassend van Heracles, maar wel goed. En hier ADO Den Haag die verliest 4-2 van AFC Ajax. Dani en Chardo winnen dus allebei hun potjes met 2-1. En dan de kerst op de taart. Een prachtige pot was dat. Heel doelpuntrijk. FC Groningen 6 en PSV 5. Brengt ons bij de volgende stand. Deze clubs, 5 maar liefst, staan allemaal op 6-2. Vitesse, Ajax, Fortuna, Groningen en Feyenoord. AZ klimt, Twente klimt, PEC klimt. Heracles moet vandaag even een kleine pas op de plaats maken. Emmen 50-50. Sparta wint vandaag. En dan hebben we vanaf 12 Willem II RKC met 1 punt. En PSV, ADO, Heerenveen, Utrecht en VVV wachten nog op de eerste puntjes. En dan is dit het programma, Frank. Neem jij ons alsjeblieft even mee naar speelronde 3. Ja, morgen zijn ook nog prachtige dingen. Oh, dat is trouwens volgende week dinsdag, even voor de duidelijkheid. FC Groningen tegen PEC Zwolle. We hebben SC Heerenveen tegen AZ Alkmaar. Dan hebben we ook Vitesse tegen RKC Waalwijk. Fortuna Sittard op 6 punten tegen Sparta Rotterdam op 3 punten. Dan hebben we nog een mooie wedstrijd. FC Twente tegen FC Utrecht. Dan hebben we nog VVV Venlo tegen Willem II. En dan nog 3 mooie wedstrijden, Koen. In de livestream. Ajax tegen PSV. Hoehoe. ADO mag ook weer in de livestream spelen. Nu tegen Feyenoord. En Emmen. Het Emmen van Levi en Toon. Tegen het Heracles van Lef. Dit zijn wel heerlijke potjes. Brian, dit zijn heerlijke potjes. Absoluut weer heerlijke potjes. U zag de tijden er nog niet bij. Die worden nader te bepalen. Maar waarschijnlijk wel de livestream. De laatste 3 potjes die jullie zagen. Sowieso kunt u natuurlijk Ajax tegen PSV verwachten op het live kanaal van de Eredivisie. Om 6 uur. Waarschijnlijk zijn we de 6:15. Zoiets. In elk geval. En alle potjes natuurlijk ook weer als samenvattingen. Dankjewel voor het kijken hier naar speelronde 2. Tot speelronde 3. Abonneer natuurlijk nog even op de Eredivisie. Blijf ons volgen. Duimpje. En een duimpje. Top. Frank, bedankt. Bedankt, Koen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.